Welke hoofdrol zou je willen spelen in een film? Het lijkt me wel leuk om een hele bijzondere bijrol te spelen. Misschien een beetje een vreemd karakter. Je had bijvoorbeeld in Twin Peaks. Het is geschreven door David Lynch en gemaakt door hem. Daar speelt hij zelf ook een klein rolletje in. Hij speelt daar de rol van de detective die doof is. Dus hij praat in al die afleveringen praat hij heel hard en overdreven. En ik heb wel eens gedacht dat dat misschien maskeert dat hij zelf niet zo goed kan acteren. Dus misschien zou zoiets ook wel iets voor mij zijn. Welk talent had je graag willen hebben? En dat is wel een makkelijker, want ik zou heel graag willen kunnen zingen. Maar ik ben helemaal niet muzikaal en het had me wel heel erg tof geleken als ik dat beter had gekund. Ja. Misschien was ik dan niet eens schrijfster geworden. Wat is jouw idee van ellende? Het valt een beetje samen voor mij met angst. Ik heb vroeger in mijn leven ook angststoornissen gehad en depressie en ik geloof dat... Dat is voor mij wel echt het idee van ellende. En misschien ook wel de angst om dat weer een keer mee te maken zelfs. Dus zeg maar de angst voor de angst. Zo'n mooie spreuk van men lijdt het meest door het lijden dat men vreest. Maar die noemde mijn moeder vroeger wel eens. En toen dacht ik, ja, dat is waar. Als dit de grote ellende is, dat ik bang ben dat de grote ellende eraan komt... Dan valt het misschien allemaal nog wel mee. Dat hielp wel eens. Waarom wilde je dit boek schrijven? Het begon toen ik een aantal jaar geleden in Rome was, in het Chiticelli House. Daar las ik voor het eerst over de beruchte zomer van 1816. En die zomer verbleef Mary Shelley samen met haar geliefde Percy Shelley bij Lord Byron, beroemde dichter, en zijn vriend John Polidori aan het meer van Genève. En op een avond, zo vertelt het verhaal, stelde Lord Byron voor dat ze allemaal hun eigen spookverhaal zouden schrijven. Nou, uiteindelijk kennen we het spookverhaal wat Mary Shelley schreef, Frankenstein, natuurlijk het allerbeste. En dat heeft ook een enorme impact gehad op de literatuur. Ik vond dat een intrigerend verhaal van die nacht. En ik dacht, daar wil ik iets mee. En ik kwam op een gegeven moment in een biografie tegen dat zij, toen zij 14 was, dus 4 jaar voordat ze Frankenstein ging schrijven, in Schotland verbleef bij vrienden. En daar een hele diepe band ontwikkelde met Isabella. Die was 3 jaar ouder. En zij hadden zo'n diepe band dat een van de biografieën zelfs vertelt dat het zou kunnen dat die band niet geheel platonisch was. Dus dat zij ook een liefdesrelatie kregen. Toen las ik dat Mary Shelley in een van de voorwoorden van een latere editie van Frankenstein had geschreven dat haar tijd in Schotland bepalend is geweest voor het schrijven van Frankenstein. Die feiten bij elkaar. Die zorgt ervoor dat ik heel veel meer wilde weten over haar tijd in Schotland. Maar er is heel weinig bekend over die tijd, omdat haar dagboeken uit die tijd zijn verdwenen. En dat vond ik een hele mooie aanleiding om dat gedeelte in te vullen. Wat vind je het meest intrigerend aan de persoon Shelley? Ik denk dat het meest intrigerend aan haar vind ik dat haar persoonlijke leven... Zeg maar haar binnenwereld, hoe zij zich voelde, dat nauwelijks gedocumenteerd is. En dat blijkt ook elke keer weer uit die biografieën, dat niemand krijgt er echt grip op. En dat maakt het natuurlijk ook gewoon een ontzettend interessant personage om een boek over te schrijven, omdat ik haar helemaal heb kunnen invullen. Dus hoe zij nu in mijn hoofd is, is ongetwijfeld anders dan hoe zij geweest is. Maar ik vind haar als personage ook heel intrigerend, gelukkig. Waarom koos je voor Mary Shelley als hoofdpersoon? Ja, nou ja, ik wilde graag het boek schrijven over Mary Shelley, omdat ik in Rome in het Chiticelli House geweest was en heb gehoord en gelezen over die belabberde zomer waarin zij begon met het schrijven van Frankenstein. En zij is op zichzelf al een interessant personage, omdat zij natuurlijk zo jong was toen zij zo'n belangrijk werk schreef.
En ik vroeg me af of ik het waar kon maken om haar niet alleen als personage op te voeren, maar ook of ik haar dagboek kon fingeren vanuit die tijd. En dat is natuurlijk heel anders geworden dan hoe haar dagboeken er verder uitzagen. Veel uitgebreider en uiteraard ook in een heel andere stijl geschreven. Maar goed, ze is ook mijn hoofdpersoon geworden. En natuurlijk niet de echte Mary Shelley zoals ze was.